Nomi, goedemorgen. 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 Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed en met u? Ja, met mij ook. Leuk in het programma te hebben hier vanmorgen. Vanwege de laatste verschenen single en die heet Fired des Leben. Hoe is deze single tot stand gekomen? Vertel het voor de luisteraars. Hoe is dat tot stand gekomen? We hebben dat opgenomen en ik vond het gewoon een heel leuk nummer. Ja. En gewoon heel feestelijk. En ik wou eigenlijk het niet in een café opnemen, omdat ja, eigenlijk iedereen dat heeft. Ja. En toen dacht ik van, ik ging daar altijd wandelen bij de Alpaca. Dus ik denk, oh, dat is zo leuk hier. En dan heb ik een paar vriendinnen van mij uitgenodigd. En toen hebben we dat clipje opgenomen. Ja. En toen eigenlijk gewoon een feestje gemaakt. Ja, dat is ook een mooie clip, hè? Waar is die opgenomen, als vraag mag? Bij de Alpaca Mountain in Zwijthuizen is die opgenomen. Ja. Dat is in Zuid-Limburg. Ja. Jij zingt over het algemeen meestal in het Duitse, maar ik heb zojuist een Nederlands nummer voor jou laten horen, Samen Zijn. Die is ook onlangs uitgekomen voor jou. Dat klopt inderdaad. Ja, Samen Zijn die heb ik eigenlijk extra uitgebracht voor deze tijd, omdat het een hele vervelende tijd is met corona, waar je elkaar ook minder ziet en minder samen bent. En daarom heb ik echt Samen Zijn uitgebracht, omdat je dan eigenlijk toch... Ja, weet wat je dan aan elkaar hebt en dan toch weet van dat eigenlijk met je familie en zo, dat dat eigenlijk wel het belangrijkste is. Ja, is het ook belangrijk voor jou samen zijn, toch genieten van de mensen om je heen? Ja, zeker. De familie heb je toch wel het meeste nodig, ja. Daar heb je ook het meeste steun aan. Je was vorige week nog, of 14 dagen geleden nog, in Winterbergen, klopt dat? Ja, klopt. Ik was vorige week in Winterberg, ja. Dat mocht gelukkig nog doorgaan. De rest helaas niet meer. Dat is allemaal afgezegd. Ja. Maar dat komt, hopelijk mogen we er allemaal wat inhalen. Ja, Winterberg, dat was wel heel leuk, ja. Ja, je bent er alweer wat een hele tijd bezig. Als je zelf eens terugkijkt wat je tot nu toe gedaan hebt, hoe kijk je dan zelf op terug, Nomi? Wat ik tot nu toe heb gedaan... ik ben er toch wel heel trots op dat ik toch wel bij veel radio's ben gekomen. En ook dan bij TV Oranje. En een aantal leuke optredens heb mogen doen. En daar ben ik dan natuurlijk heel trots op. En dat had ik natuurlijk niet gekund zonder mijn fans en familie natuurlijk. Ja. En ik hoop dat dat ook gewoon met zo'n stijgende lijn doorgaat. Ik doe daar wel mijn best voor. Ik ga ook op Duitse les en op zangles ben ik mee bezig. Dus ik ben er wel echt hard mee bezig. En ik hoop ook dat door blijft zetten. Ja, en je bent naast dingen, ben je ook nog met je studie bezig, hè? Ja, klopt. Ik zit ook nog op school 5 dagen in de week, dus dat is ook natuurlijk druk. Ja. Ik doe de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Dus dat is dat je in een kinderopvang kunt werken. En ik moet nu nog ongeveer 1,5 jaar en dan ben ik klaar. Ja. En dan kijk ik wel hoe het zit en dan kijk ik als ik daarmee verder wil of moet zingen. Het liefste zing ik natuurlijk, maar je moet dan natuurlijk altijd een diploma bij de hand hebben. Vooral nu met corona. Als je dan niet kunt zingen, dan heb je ook geen inkomen. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, kijk maar nu, hè, want nu is alles gecanceld. En degene die nu geen inkomen hebben, die hebben geluk als ze een baan hebben. Want anders dan hebben ze toch een groot probleem. Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat is altijd handig om dat, om dat erbij te hebben, zeg maar. En dat vinden mijn ouders ook heel belangrijk en ik ook. Dus dat maakt ook gewoon fijn af en dan zien we dan verder wat er daarna komt. En dan, vooral, jouw moeder is jouw grote steun en toeverlaten. Ja, mijn moeder is mijn grote steun inderdaad. Die gaat ook bijna altijd mee en doet ook heel veel dingen regelen. Dus daar ben ik wel heel blij en dankbaar voor. Dus is eigenlijk een moeder, daar ben ik wel echt blij mee. Ja, en moeder, maar ook een stuk manager voor jou. Ja, mama is ook de mama-manager, hè. Dus die regelt echt heel veel. Ja. Dus dat had ik eigenlijk... Als mama er niet was, had ik niet zo ver gekomen. Nee. Maar het belangrijkste is, dat zegt jouw moeder ook, het belangrijkste is dat je eerst je studie afmaakt. En het zingen, dat kun je erbij doen, maar dat kan straks altijd nog. Maar je studie is het belangrijkste natuurlijk. Ja, dat klopt inderdaad. Dus als het goed is, heb ik dat over 1,5 jaar afgerond. Dus dan gaan we ons best voor doen. Ja. Maar je bent toch jong natuurlijk. Je moet ook een beetje proberen genieten van het leven natuurlijk. Ja, zeker. Dat doen we goed. We gaan draaien. Ik vind het sowieso heel erg. Ja, Nomi, eventjes voor de luisteraars die meeluisteren. Indien zij meer willen weten over Nomi Stern, waar kunnen ze dat vinden? Ze kunnen mij vinden op Facebook onder de naam Nomi Stern. Ja. Ook op Spotify, Instagram en...
YouTube onder de naam Noemi Sterren. En ook heb ik een mailadres voor eventueel boekingen op info. En dat is info@noemi-sterren.com. En ga je de komende tijd, staat er nog iets wat nieuws in het vooruitzicht of weet je het nog niet? Ja, zeker. We hebben al een flink programma gemaakt. Ja. Ik ben bezig met een Limburgs liedje van mijn eigen dialect. Dat komt eraan. Ja. Ook ben ik bezig om in de toekomst een Nederlands liedje te gaan maken. Dat heeft een beetje een ABBA-stijl. Dus dat is wel een klein geheimje wat ik verklap. Dus daar ben ik ook zelf heel erg benieuwd naar. En er komen ook wel nieuwe eigen Duitse liedjes aan. Leuk. Dus dat is genoeg om mee bezig te zijn. Daar ben ik ook hard mee bezig. Ja, leuk. Dus we gaan ongetwijfeld binnenkort gaan we meer horen van Noemi Sterren. Nou, wat ga je vandaag doen? Lekkere vrije dag vandaag? Ja, vandaag een vrije dag. Ik denk dat we gaan even kijken als ik naar een kerstmarkt ga. Kijken we daar lekker warme chocomel te drinken en even leuk naar het kraampje te kijken en kopen. Wat gaat u nog doen? Leuk. Nu is het natuurlijk warmer. Ja, Noemi, op de eerste plaats heel erg bedankt ook de groetjes aan je moeder. En ik zou willen vragen ter afsluiting van dit leuke gesprek of dat je de single zelf zou willen aankondigen voor de luisteraars. Jazeker. Allereerst wel hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het weer heel gezellig zoals altijd. En ook naar de luisteraars bedankt dat u heeft geluisterd. En u gaat nu luisteren naar mijn nieuwe nummer, Fire Das Leben. Heel veel plezier en groetjes van Noemi. Groetjes. Doei. Bye. Doei.